Een trui. En we gaan even vragen voor de laarzen. Hoi jongens, meiden. Welkom weer bij deze nieuwe vlog. Ik heb hier een pen in mijn hand en ik ga hem samen met jullie openmaken. Er staat Teddy op met een paard. Er staat lentekriebels, alles over de Andalusiër. Andalusiër? Pony app, hoe sterk is jullie band? Cool, hè? En de achterkant, daar staat een rakker. Ja. Pony app. Oh, dat is als ponies met elkaar zouden appen. Ja. Hier staat Perry de pony. Jee, ik krijg een nieuwe hoefijzers. Gefeliciteerd. Kun je weer lekker klepperen op het erf. Ja. Dit was schattig. En het paard dat op de voorkant staat. Oh, wauw. Het paard is heel scherp, maar de achtergrond niet. Nee, het wordt echt Oh ja. Jongens en meiden, ik heb een vraag hieronder in de reacties. Kunnen jullie even het antwoord zeggen wat jullie het leukste strip vinden uit Penny? En jullie mogen ook raden wat mijn favoriete strip is van Penny. Oh ja, ik heb een vraag. Wat als jullie een verzorgpony of eigen pony, paard, chat hebben, wat voor soort ras is het dan? Schrijf dat ook even op. Mijn favoriete paardjes of ras, paard, dat is... Dat is een Wels, een Tinker en een KWPN'er. Die vind ik zo leuk. Oh ja, ik heb nog een vraag. Hoe sterk is jullie band met je paard? Of pony, verzorgpony, chat, maakt niet uit. En ik heb nog een vraag. Rijden jullie ook in weer en wind? Dus gewoon regen, zonnetje, wind? Vraagteken. Nou, hey, mama! Ja. Kijk eens, mijn naam staat erin. Hier. Dek met Mila, kies jouw cadeau bij een Penny abonnement. Ja, nou we kunnen hem bijna weer verlengen, want je bent bijna weer jarig. Heel veel plezier met als jullie ook een Penny abonnement hebben. Abonnement. Ik kom even niet bij mijn woorden. Maar leuk en geniet ook lekker van Penny. Nou, ik ga even lezen. Hoor. Hier. De doos met de nieuwe trui erin. En we gaan hem heel even openen. Oh ja, zo. Ik ben hier echt slecht in, hoor. Auw! En petten. Drie petten. Een trui. En nog een trui! Cool. Laat je achterkant eens zien. Yes, vet. Ik heb ook een t-shirt aan. Leentje is lekker aan Nee. Hoe is het met je, Mila? Goed. Ja? Alleen mijn trui zit nou onder de witte angelhaartjes. Ah. Ja, dat heb je natuurlijk op zwart. Zwart op en dan wit. Maar dat mag vies worden. Dat geeft helemaal niet. Wat gaan we vandaag allemaal doen?
er wel een beetje zin in? Of? Ja, ik heb er wel zin in, maar ik ben heel moe. Ja, ja, dus we gaan vandaag alleen, hebben we ervoor gekozen om even wat klusjes te doen. Met de paardjes even. Ja, even lekker een beetje eten geven, een beetje, een klein beetje beweging en dan niet te veel. Want we moeten vandaag en ook nog op verjaardag en we moeten nog naar de tekenbom. En we waren net al bij voetbal geweest, bij mijn broertje. Oké, okay, zullen we wat klusjes gaan doen dan? Ja. Oké. Okay. Die wordt binnenkort weer gelegd. Pak jij even een mespoortje? Zit erin, meiden? Zitten er vliegjes in de waterbak? Ja, we hebben er net al heel veel dieren uitgehaald. We hebben er net al 2 rivierenvisjes uitgehaald. 1 mieren eten, nog een mieren eten. Oeh. Het is een worm. Nou, dan moeten we de waterbak wel even schoonmaken, denk ik, of niet? Ha, ha, ha. Ja, ik heb mama een vlogger gekregen. Dat was hem? Ja. Oké. Okay. Hoi, jullie zijn hier bij de Decathlon aangekomen. En ja, we gaan even een tip gekregen bij de Decathlon. Heel veel laarzen. We moeten eens even kijken. Even kijken, wat is je maat? Oh ja, anders ga je er even op staan. Nou ja, doe maar gewoon zonder. Dat is het beste, hè? Nou, nou, ga erin gaan staan met je voeten. Oh, ik hou hem verkeerd eronder. Oh. En dan doen we hem zo. Oh, waar zijn eigenlijk je... Dat is het, hè? Nou zo, het is niet meer, ja. Sta je rechtop? Rechtop dan? Ja, ze zijn een beetje krap, hoor. Even kijken... Wat denk je? Geen rubberen meer, hè? Gewoon, we willen koele laarzen. Oké, okay, trek jij ze maar naar beneden. Dan proberen we die. Vraag maar even aan papa, die kan je wel helpen. En dan deze ook graag. Hoe voelt het? Ze hebben zand in de midden, maar ze zijn een beetje laag strak. Oké, dan misschien. Kijk, dat is 37, die staat al naast je. Doe je die aan? Nee, dat was wel een beetje op de groei, hè, moet het? En trek je knieën omhoog.
Steekt hij niet hier achter bij je in je. We hebben ook handschoenen gehaald. Die gaan we proberen, hè? Of het wat is. Maar ze gaan het ook andere, maar die hebben geen grip. Het was heel tof. En we gaan even vragen voor de laarzen. Jullie horen het, of het gelukt is. En wat heb je gehaald? Alleen dat wat goed. Want de laarsjes, dat was niks, hè? Nee. Was niet de goede maat. En ze waren een beetje lelijk, hè? Gaan we snel voor anderen kijken. Ja. Toch? Ja.